De kabel van de verlichting is veel te lang. Kan je die voor mij inkorten? In deze video laat ik je zien wat je doet met de overlengte van de verlichtingkabel. Hoe ik dat bedoel, dat laat ik je zien verderop in deze video en blijf daarom vooral even kijken. Mijn naam is Patrick Strijker en ik ben dé online specialist in onderdelen voor aanhangers en boottrailers. En vind je video's over onderhoud en onderdelen van aanhangers en boottrailers nog interessant? Duimpje omhoog, even abonneren op het kanaal, dat kan hier beneden. En tik het belletje aan voor een melding bij een nieuwe upload. Dan krijg je vanzelf bericht. Een nieuwe stekker aansluiten op de aanhanger, dat is een klusje waar niemand op zit te wachten. Nou ja, ik wel, maar verder bijna niemand. Het is gewoon niet zulk leuk werk. Je kan het wel prima doen, zelf. Het is ook wel te doen, alleen het is wat gepriegel, gepruts vaak. Dus men ziet daar vaak tegenop. En ik had van de week een klant die belde voor een lichtbalk aan de trailer. Je weet wel, zo'n witte plaat, zo'n kunststof witte plaat met achterlichten erop gemonteerd. Stekker eraan, dat is plug and play. Je drukt de stekker in de auto en alles brandt. De man zei van ja, die kabel is eigenlijk te lang voor mij. Want ik heb niks aan die kabel van 9 meter. Ik heb aan 5 meter wel genoeg. Wat doe ik nou met dat restant van die kabel? Kan jij die stekker er niet opnieuw aanzetten? Nou ja, ik zei toen van niet. Niet zomaar keihard nee, maar ik heb de man wel uitgelegd waarom niet. Want het is eigenlijk een beetje zonde. Wanneer je die kabel afknipt en dus inkort, ben je die lengte gewoon kwijt. En tuurlijk is dat lastig wanneer er te veel kabel aan zit, want dan kan dat over de grond gaan slepen. Wanneer die kabel te lang is, je hebt kans op storingen daardoor. Dus ja, dat is gewoon niet handig. Vanaf de kogel, een 30, 40 centimeter kabel is voldoende. Langer hoeft niet. Dus, maar wat zei ik tegen die man? Ik zei, je kan dat beter anders doen. En eigenlijk is dat natuurlijk een domme tip, want hiermee verkoop ik gewoon minder kabelsets. Maar goed. Ik zei, wanneer je nou die kabel gewoon bewaart, eraan laat zitten en goed en degelijk vastbindt. Want een stekker monteren, dat is gewoon wat lastig. Maar je kan dat prima zelf doen. Dus mijn vraag aan jullie voor deze week is dan ook, zie jij jezelf in staat om zelf een stekker te monteren aan de kabel, ja of nee? Laat me dat even weten, want ik ben wel benieuwd of jullie dat zelf gaan doen. Ik hoor het graag. Wanneer je nou dus een kabelset hebt die veel te lang is, dan kun je daar met een handig trucje toch een hoop aan hebben in de toekomst. Je begint met monteren met de achterlichten of met de lichtbalk aan de trailer. Je gaat naar voren toe, helemaal met de kabel. Je kan ze dan door de chassisbalk leiden of er langs. Als je er door wil, dan moet je vaak al de stekker eraf knippen om opnieuw te monteren. Maar leg je ze er langs, bind je de kabel gewoon langs de chassis naar voren, langs de carrosserie. Dan ga je richting de koppeling. Je drukt de stekker in de stopcontact, in de stekkerdoos van de auto. En dan heb je kabel over. Wat doe je daarmee? Die kabel die rol je op. Heel eenvoudig. Daar maak je een bundeltje van. Dus ongeveer een halve meter vanaf de stekker. En die bundel die kan je langs de trekboom vastmaken of onder de aanhanger. Wanneer je dat graag uit het zicht wil hebben bij een boottrailer is dat wat lastiger. Maar bij een gewone aanhanger kan je hem ook onder de bodem maken aan het chassis. Maar bij een boottrailer en ook bij een gewone aanhanger kan die ook prima aan de balk die in het zicht komt. Maar wat is nou het voordeel daarvan wanneer je schade rijdt aan de kabel of je vergeet de stekker? Dus je zou hem anders de stekker eraf trekken. Dan kan je in dit geval de kabel gewoon opnieuw monteren. Dus hoef je niet dan alsnog weer een nieuwe kabel te monteren, maar kan je gewoon de stekker op de kabel een beetje inkorten. Ja, en dat scheelt je een hele hoop tijd, geld en extra werk.
Je houdt de kabel op ongeveer een halve meter van de kogel. Dan heb je in ieder geval ruimte genoeg. Ik zet hem eerst even vast, zodat hij blijft zitten. Ik maak bewust, doe ik geen tie-rip om de bos heen, om de bundel heen. Omdat wanneer je hier een tie-ripje omheen doet, dan kan je die bos niet meer makkelijk uit elkaar trekken. Dus je moet zorgen dat dit wel een breekpunt blijft en dit niet te vastzetten. En wanneer je hier nu op deze manier tie-ripje omdoet, zo, en hier achteraan nog een, ik heb deze nu helemaal in zicht natuurlijk voor de video, je kan dit ook onder de aanhanger doen, zodat het niet zo rommelig lijkt. Ik zou het niet bovenop de balk doen, omdat vaak toch met opstappen en overstappen, ja, heb je kans dat je struikelt en dat alsnog beschadigt. Kijk, maar op deze manier heb je dit gewoon veilig opgeruimd en toch heb je nou die kabel nog bij je voor wanneer het een keer mis mocht gaan. Deze al iets te strak. Ja, zo. Dit is natuurlijk ook een beetje als voorbeeld om te laten zien hoe je dit zou kunnen doen. En deze overlengte is ook wel erg lang. Maar goed, het is wel. Ik denk wel dat het duidelijk maakt wat ik hiermee bedoel door die kabel op te binden. En dit kan je dus, zoals ik al zei, ook onder de bodem doen. Maar dit doe ik even voor het plaatje, dat het goed duidelijk is hoe je dit het mooiste wegwerkt. En wanneer je nu de kabel vergeet, dan zal die ineens nog de lengte hebben en houden zonder dat er verder wat gebeurt. Je hebt geen schade, de kabel is nog heel, je kan hem gewoon weer gebruiken, je hoeft er helemaal niks aan te doen zelfs. Je zag net wat er gebeurde, hij wordt gewoon onder de tie-ups weggetrokken. Ja, en eigenlijk is er dan niks aan de hand. En moet je nou toch nog een nieuwe stekker monteren, omdat het echt kapot is? Bekijk dan de video in dit scherm, want daarin leer jij hoe je tijd, geld en energie bespaart door het zelf te doen. Ik zie je graag in die andere aflevering. Mooi!